Zeker weten, knallen het jaar uit en met feestdagen betekent dat dus echt extra stress, extra druk op de zorg. Na maandlange acties en een landelijke staking op 12 november is er nog steeds geen vooruitgang. Daarom leggen ruim 1000 medewerkers van de Noordelijke Apotheken opnieuw het werk neer. De actie voor een hoger loon en betere omstandigheden duurt van vandaag tot en met maandag. De stakers verzamelden zich vandaag bij het EM2 op het suikerterrein. Vandaag is hier een actie van de apotheekmedewerkers voor de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Die staken voor hun CO al sinds maanden. 12 november stonden we op het Malieveld en daar stonden we met meer dan 10.000 mensen. En helaas heeft dat nog niet tot een resultaat mogen leiden. Vakbonden FNV en CNV noemen de stakingen pure noodzaak. Kijk, we strijden voor een goede CO voor de apothekersassistenten en hun collega's in de apotheken. En die mensen hebben daar gewoon recht op, want die worden namelijk al jaren onderbetaald. Zeker ook in vergelijking met ander zorgpersoneel. Want we hebben het wel over zorg, hè? Je hebt het over belangrijk. Nou, ik denk dat heel Nederland vindt, nagenoeg heel Nederland zal vinden dat zorg belangrijk is. En deze mensen, dat zijn zorgmedewerkers. Dat zijn professionals die werken in de zorg. En die boeren gewoon recht te hebben op een goede beloning en goede arbeidsvoorwaarden. Kan je wat vertellen over de opkomst van vandaag? Ja, vandaag is de opkomst voor de noordelijke provincies is gewoon geweldig. Ik zag vanochtend hele lange rijen buiten staan. Dus er zijn meer dan 1000 mensen hier gewoon weer op afgekomen. Dus het is ongekend. Dit is een unicum, dit is historisch. Dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd dat door deze beroepsgroep ook op deze schaal en in zulke grote getale actie wordt gevoerd. De spoedzorg blijft wel gewoon doorgaan. Ook tijdens de vierdaagse staking kunnen mensen in noodgevallen altijd hun medicijnen ophalen. Ja, we willen ten alle tijde de spoedmedicatie gewoon blijven voorzien. Dus dienstapotheken, polyapotheken, die blijven gewoon open voor de spoedmedicatie. Denk je dat politiek Den Haag naar jullie heeft geluisterd vandaag? Ik denk dat ze iedere dag wel luisteren, alleen ze doen er niks mee. Want ze zijn gewoon doof wat dat betreft. Er is nu weer een motie ingediend, dus we gaan aankomende week kijken of die het wel gaat halen. Want als wij niet voor einde van het jaar uit de CO zijn, dan verwachten we toch echt een keer dat de minister gewoon gaat ingrijpen in dit conflict wat al maanden duurt. En anders kunnen ze zich echt allemaal gaan voorbereiden op een knallend einde jaar, want dan gaan we gewoon rond de feestdagen gewoon door met acties.